Je staat 11e met ADO. Ja. En toch heb ik het gevoel dat je onder druk staat in Den Haag. Dan denk ik, hoe kan dat? Dat snap ik niet. Nee, dat snap ik ook niet. Maar ik heb geleerd van met al die trainers met wie ik heb gewerkt. Of is dat Jool, Giddink, advocaat, Avram Graan, Gullit. Moet je gewoon rustig blijven. Daar heb ik geen invloed op. Sommige mensen vinden andere trainer beter. Sommige vinden mij goed. Sommige media vind je leuk. Sommige vinden niet leuk. Maar wat kan je doen als trainer? Ik denk, ik moet mij focussen op mijn elftal. Dat er daar niet problemen komen. Dat wij meerdere wedstrijden gaan verliezen. Ja, dat snappen wij ook. Met onze budget en met onze materiaal alleen maar als trainer vind ik dat je moet wel toch positivisme uitstralen. Als jij als trainer nog met jouw gezicht laten zien iedere dag op training dat dat moeilijk is, dat dat slecht is en zo, dan wordt ook nog slechter. Dus ik blijf altijd positief, optimistisch en ik ben zoveel meegemaakt in voetballerij als speler en als trainer, heel veel gezien. En dan maken ze mij niet gek, dus ik blijf gewoon rustig en mijn werk als prof doen, iedere dag en komt altijd goed. Een 11e plaats is toch keurig? Nee, als wij daar eindigen tussen 10e en 13e plaats, soms moet je geluk hebben in een jaar dat je misschien 9e of 8e wordt. Dat is gewoon een fantastische prestatie en dan gaan we zorgen dat we ook daar blijven op eind van het jaar.